De Federatie voor Afrikaans Renamang heeft in verband met de Dag der Vrijheden een speciale traditionele activiteit gepland. Deze activiteit wordt op 1 juli gehouden op het Kwakkoplein. Volgens Iwan Wijngaarden, voorzitter van de federatie, is dat jaarlijks evenement speciaal voor de Afro-Surinamers. Kwakko, het symbool voor de bevrijding, wordt ter herdenking van de voorouders van de Afro-Surinamers omhangen met bloemen. Daarnaast wordt er ook een bijzondere kitty-kotty-boodschap gebracht aan het publiek. Dit jaar zijn ook het Nationaal Jeugdparlement en de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur uitgenodigd. De voorzitter geeft aan dat tijdens dit evenement de geschiedenis uitgebreid besproken zal worden. We krijgen dokter Ellen Neslo, die zal de verscholen geschiedenis van 1800 tot 1863 zal ze gedurende een paar minuten, 7 minuten, de rode draad aangeven van deze belangrijke geschiedenis die ons handvaten geeft om verder te gaan als African roots in het land. En verder gaan we ons bezinnen over, volgend jaar is het 155 jaar afschaffing van de slavernij. Gaan we nu alvast voorbereiden met ideeën, suggesties van wat doen we volgend jaar in juli. En verder ben ik gevraagd als voorzitter van de federatie om een inleiding te houden, het RORAC. En daar is ook een beetje het laatste gevecht, eigenlijk na de laatste gevecht geweest tussen de kolonisator en verzetstrijders. En het merkwaardige daarvan is dat de mensen zich hebben opgegeven na afschaffing van de slavernij in 1863. De maatschappelijke positie van de Afro-Surinamers is nog niet op het gewenste niveau. Toch is Wijngaarden wat dit betreft niet ontevreden. Hij is ervan overtuigd dat de maatschappelijke ontwikkeling van deze groep na verloop van tijd goed op gang zal komen. Ik denk dat er zwaarder gewerkt moet worden op het stuk van het economisch gebied. En dat zal komen, maar je moet als Surinamer jezelf erkennen. Je moet weten wie je bent. En pas als je weet wie je bent, kan je jezelf verdedigen. Je kan ambassadeur zijn van je zijn als etniciteit. Maar als je het niet weet, dan ben je vrij onverschillig. En die onverschillige houding maakt dat we vaak op allerlei fronten niet zo positief scoren in het land. Maar dat moet komen. Bewust worden van wie ben je. Niet dat je denkt ik ben Chinees, ik ben dit, ik ben dat. Je moet aannemen ik ben zeg maar Afrikaans nou, of ik ben een Javaan of ik ben een Hindustaan. En pas als je dat hebt geaccepteerd, dan kun je bouwen en meer respect hebben voor elkaar onderling. Iwan Wijngaarden, voorzitter van de Federatie voor Afrikaans Renamang. Deze organisatie heeft in verband met de Dag der Vrijheden een traditionele activiteit gepland. Op het Kwakkoplein wordt in dit kader een kitty-kotty-herdenking op 1 juli georganiseerd. Het is de 21ste keer dat dit evenement wordt gehouden.